Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat is gebleken dat mensen een beetje terughoudend zijn om hun informatie te delen met de overheid als het gaat om registratie voor een tegemoetkoming op het overbruggingstarief voor energie. Op de persconferentie op het ministerie van Financiën en Planning vandaag zei Abiyamofo dat registratie in Suriname een groot probleem vormt. We hebben geen andere keuze. Je zal je moeten registreren indien jij ervan uitgaat dat je behoefte hebt, dat je in aanmerking zou moeten komen voor de voorziening. Er is ook gesproken over de subsidie van 260 SRD die elk van u en ik ook op dit moment krijgt op de energierekening. Dat gaan we afbouwen. En nog een keer. Vind jij als afnemer dat je aanspraak maakt erop? Ja. Die mogelijkheid is er bij de Social Beneficiary, het Social Beneficiary programma. Dat gaat in één keer een subsidie opleveren van boven 500 miljoen SRD op jaarbasis. En we hebben verder gekeken naar de kosten voor hydro-energie. Abiyamofo merkt op dat het bekend is dat de Staatsolie Power Company geen extra kosten maakt om boven een bepaalde hoeveelheid aan energie op te wekken ten behoeve van huishoudens. De bewindsman stelt dat de mogelijkheid er toch is om een flinke besparing ten behoeve van energie te bewerkstelligen, maar het nodige huiswerk nog gemaakt moet worden om tot dit punt te komen.